gezegd wordt dat de Turken in Nederland haast nog nationalistischer zijn dan de Turken zelf. Ja, dat is inderdaad zo. Dat, dat komt denk ik echt doordat de eerste generatie Turken gastarbeiders, voornamelijk die dus naar Nederland zijn gekomen, die hebben destijds dus de Turkse cultuur van toen hebben ze goed meegenomen. En als je in een omgeving leeft waar je dat niet hebt, dan wil je aan je cultuur vasthouden om het niet te kunnen, om het niet te verliezen, om het niet kwijt te raken. Dat betekent dus dat wij alle zeg maar, gedachten, alle van toen hebben we nog steeds goed kunnen behouden. En het heeft natuurlijk voor de Turken in Turkije, zij zijn natuurlijk, het ontwikkelt zich zo in de zin van het Westen heeft heel veel invloed en alles. Maar de Turken hier willen nog een cultuur echt behouden, omdat het risico groter is om het kwijt te raken dan in Turkije. Ik heb zelf ook onderzoek gedaan naar de nationalistische gevoelens van tweede generatie Turken in West-Europa. En waarom zijn die nog zo sterk dan? Ja, misschien omdat wij hier in Nederland nog steeds worden buitengesloten als een groep allochtonen die in Nederland wonende zijn. Terwijl wij eigenlijk gewoon Nederlandse burgers zijn met een Turkse achtergrond. Maar wij worden nog steeds bestempeld als zij zijn de Turken. Vandaag zag ik een aantal berichtgeving. Waar halen die Turken het recht vandaan om in Nederland te demonstreren? Een groepje Nederlanders zou dat ook niet in Turkije doen. Maar dan denk ik, ik ben niet alleen Turk. Ik heb een Nederlandse identiteit. Inderdaad, mijn ouders zijn Turks en ik heb een Turkse achtergrond. Ik ben van oorsprong Turks, maar ik ben hier geboren en getogen. En ik heb net zoveel rechten als de Nederlandse burgers hier. Die hier, ja, met een Nederlandse achtergrond. En daardoor wordt die band heel erg sterk met het land. Je voelt je buitengesloten, waardoor je eigenlijk leunt op je roots. En hierdoor ontstaat er een hele sterke relatie met het land van herkomst.